Hi allemaal, welkom bij een nieuwe YouTube video. En in deze video wil ik het gaan hebben over mijn nieuwe YouTube schema. Dus wat je kan verwachten van mij. Elke dinsdag upload ik een interview met een andere ondernemer. Ik ga in gesprek met deze ondernemer van wat is zijn of haar ondernemersreis. Wat zijn zijn of haar passies. Wie is de persoon achter het bedrijf. En ook waarom degene doet wat hij nu doet of wat zij nu doet. Want dat is natuurlijk altijd met een verhaal, met een achterliggende reden, motivatie. En daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En het is gewoon tof om op deze manier andere ondernemers te leren kennen, met hun in gesprek te gaan, zodat zij ook weer hun verhaal kunnen delen. En dat jullie als kijker hierin worden meegenomen. En ik wil op zondag een informatief video gaan uploaden. Dit kan ofwel over de social media trend zijn, of dus of een informatief video of een zakelijke vlog. Ik wil af en toe gewoon jullie meebrengen in de behind the scenes van alles. En dat leek me best wel tof om dat door middel te doen van een zakelijke vlog. Van hoe ziet dat er nou uit? Ik denk zelf dat ik die zakelijke vlogs niet super veel wil doen. Misschien eens of twee keer in de maand. Ik denk dat er meer informatieve video's zullen zijn op de zondag. Dus dit is een beetje hoe ik het wil aanpakken. Elke dinsdag is er in elk geval een interview te zien. En elke zondag is er dus een informatief video of een zakelijke vlog te zien. En ik weet dat jullie heel erg erop hebben moeten wachten wanneer nou een nieuwe TikTok video online komt. Waarin ik jullie meer uitleg ga geven over de hele toestanden in Amerika. En wat gebeurt er nou met de band, ja of nee. En deze komt er echt deze zondag aan. En dus vanmiddag zal er nog een nieuw interview online komen. Ik wil het gewoon weer lekker oppakken met mijn YouTube schema. Ik vind video's schieten, YouTube video's maken echt ontzettend leuk. Soms is het gewoon net wat te veel met de onderneming. Ik ben videomarketeer, videocoach en consultant. En ik help andere ondernemers om videomarketing strategisch in te zetten. En ik maak ook gewoon wel heel wat content. Maar ja, ik heb en LinkedIn en Instagram en YouTube en TikTok. Facebook doe ik niet super veel mee, maar het is gewoon best wel veel. Maar ik vind het gewoon hartstikke tof en ik wil gewoon het goede voorbeeld laten zien. Om videomarketing natuurlijk actief en strategisch in te zetten. Dus bij deze zeggende hebben. Dit is mijn nieuwe schema. En dank jullie wel dat jullie altijd deze video's bekijken. De trouwe kijkers. En mocht jij nieuw zijn, vergeet dan niet te abonneren. En vind je dit leuk nieuws? Vergeet dan ook niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie snel. Doei doeg!